Onder massale belangstelling heeft Peter Bos dinsdag de eerste training van PSV geleid. De nieuwe trainer deed dit nog met een kleine groep, omdat alle internationals nog ontbraken en er ook nog geen aanwinsten konden worden verwelkomd. Iets daarvoor stond Bos in het Philipsstadion voor het eerste perstewoord. Hij oogde ontspannen. Ook toen hem werd gevraagd of hij puur voor het resultaat naar Eindhoven is gekomen. Als je bij een topclub zit, dan gaat het om winnen. En ik heb al vaker gezegd dat het voor mij alleen winnen niet voldoende is. Ik hecht ook heel veel waarde aan de manier waarop dat gebeurt. Nou goed, en dat is natuurlijk makkelijker om dat proberen voor elkaar te krijgen bij een grote club dan bij een wat kleinere club. Ja. Ik zit nu weer bij een topclub, dus laten we kijken of we die twee zaken kunnen verenigen. Ook Bos oude club Ajax zou geïnteresseerd zijn in een terugkeer van de trainer naar Amsterdam. Maar volgens Bos was dit totaal niet aan de orde. Wat een onzin verhalen zijn dat, maar die hoor ik wel vaker, dus dat maakt niet uit. Ik ben, en dat meen ik echt, heel blij dat ik hier ben. Ik heb vanaf het eerste moment dat er met mij contact opgenomen werd, de warmte gevoeld en gevoeld hoe graag ze mij hier wilden hebben. En dat gevoel heb ik nog steeds. En daarom ben ik gewoon heel blij dat ik hier ben. En voor de rest maakt me dat allemaal niet zoveel uit. Een van de speerpunten van Bos en PSV is om de jonge steraanvaller Xavi Simons te behouden voor de club. Technisch directeur Stewart kan echter nog geen uitsluitsel geven. Wij zijn al een tijdje met Xavi in gesprek. Daar heeft Xavi, moet ik zeggen, zijn we al een tijdje in gesprek met elkaar. Enerzijds was dat met zijn oude management en we zijn nu in gesprek met zijn nieuw management. Uiteraard, Xavi is een speler die in korte periode heeft hij zich stormachtig ontwikkeld. Nederland zelf al gehaald, de manier waarop hij ook bij PSV aan de slag is gegaan. En een jongen die zo jong is en dan al echt zo bewust met zijn carrière bezig is, is een genot om te kijken. Het is ook aanstekelijk naar de rest van onze groep. En uiteraard heeft hij het ook op het veld laten zien. Dus ja, wij willen hem heel graag behouden. PSV heeft slechts 5 weken voordat de eerste belangrijke wedstrijd op het programma staat. In Rotterdam speelt de ploeg van Bos dan om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen Feyenoord. De selectie van PSV is echter nog verre van compleet. Natuurlijk is dat vervelend, maar ik ben niet anders gewend. Helaas in het moderne voetbal is dat de realiteit. Spelers die lang doorvoetballen, want in die 5 weken waar je het over hebt, hebben we het nog niet over de jongens die later aansluiten. Dus die hebben een nog kortere periode. Vervelend en moeilijk, maar het is de realiteit. En met die realiteit moet ik omgaan. Dus we hebben 5 weken met de jongens die er vanaf gisteren zijn. We hebben 4 weken met de jongens die aansluiten komende maandag. En dan hebben we nog 3 jongens. 2 jongens die de week later in het trainingskamp aansluiten. En Ismaël weten we nog niet, omdat hij met Marokko nog actief is. Wanneer die kan aansluiten, ja, dan is dat nog korter. En dan heb je natuurlijk nog al die aankopen die gaan komen. Komende zaterdag is de eerste oefenwedstrijd voor PSV. Op de hertgang is het Belgische Sint-Truiden de tegenstander. Het duel is overigens niet toegankelijk voor het publiek.